Dames en heren, goedenavond. Welkom op deze raadsvergadering van 18 juli 2017. Normaal gesproken, en ik ga er ook nog steeds vanuit, de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het is bijna 9:55. Ik doe een beroep op uw medewerking. Kort, bondig, maar wel goed vergaderen en de juiste besluiten nemen. Ook vanavond in het komend uur nog. We hebben een aantal stukken op de agenda staan. Dat moet lukken. Ook een welkom voor de mensen die ons via de nieuwe media, traditionele media, volgen. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Bakhuis, de heer Roelofs, mevrouw Van Veldhuizen, de heer Botter en de heer Mulder. En daar zullen we het mee moeten doen vanavond. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan wil ik met u goedvinden doorgaan naar agenda punt 3. Vaststelling van de agenda van vanavond. We hebben zojuist twee oriënterende rondes gehad, waar een aantal onderwerpen besproken is die ook hier nog weer terugkomen. En in overleg met de griffier en de voorzitters van de vorige rondes heb ik begrepen, dat ga ik even samen met u doornemen, dat als bespreekstukken nog staan genoteerd de notitiebesteding kleinsmaanmiddelen, gemeente Hardenberg, agenda punt 6, dat kan zo doorgaan als bespreekstuk, dat ook de notitie over ecologisch bermbeheer een bespreekstuk zou worden. Ik verifieer dat nog even. Dat is nog steeds het geval. Voor de zekerheid vraag ik het toch maar even, maar ook vanuit de zijde van de Partij van de Arbeid-fractie. Dan wil ik met u goed vinden agenda punt 8, notitie over ecologisch bermbeheer, wisselen met agenda punt 7. Dus dan hebben we agenda punt 6 en 7 bespreekstukken. En volgens mij is dan vanaf agenda punt 7 de ombudsfunctie en de overige agendapunten kunnen dat hamerstukken worden. Bent u daarmee akkoord? Dat is akkoord, dan doen we dat zo. Dan is de agenda ook duidelijk voor een ieder. En dan komen we bij het spreekrecht voor de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken voor de agendapunten van vanavond. Dat is deels bij de oriënterende ronde al gebeurd, dus dan kunnen we dat punt afhameren. En dat brengt ons bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. En ook nu zie ik u geen aanleiding maken voor een opmerking, een wijziging. Dat betekent dat de besluitenlijst kan worden vastgesteld. Dan komen wij bij de bespreekstukken van vanavond. De notitie besteding kleinsmaanmiddelen gemeente Hardenberg. Wie mag ik daarover het woord geven? De Partij van de Arbeid-fractie, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA. En D66 meldt zich ook nog. En op koerspunt nu doet ook nog duidelijk zakje. Ik begin bij de Partij van de Arbeid-fractie. Het woord is aan mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Er zijn meer dan 400.000 kinderen in Nederland die in armoede leven. Dat is te veel. De Partij van de Arbeid vindt dat kinderarmoede ten alle tijden bestreden moet worden. Elk kind in armoede is er één te veel. Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. In de notitie Alle kinderen mogen meedoen zien we mooie initiatieven en voorstellen om juist dit te realiseren voor kinderen in Hardenberg. Onze fractie heeft samen met andere fracties bedenkingen bij de collectieve activiteit De Meedoendag. Onze zorg zit in de borging van privacy, overlap met bestaande initiatieven, maar ook in de verbijzondering versus het nastreven van inclusiebeleid. De wethouder heeft in de oriënterende ronde benadrukt dat de activiteit bottom-up is vormgegeven met kinderen en ouders. Hierover wordt in de notitie niks vermeld en er is nu geen mogelijkheid meer om hierover meer informatie te krijgen. Onze fractie is vooral geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek. De uitleg van de wethouder heeft onze zorgen nog niet weggenomen. Onze fractie wil de voorstellen en initiatieven in de notitie niet stagneren door de gehele notitie over de vakantie te tillen. Welke consequenties heeft het als we vanavond zouden besluiten om de meedoendag on hold te zetten? Dat is het voor de eerste termijn. Eén vraag in de richting van het college. Het woord is aan de VVD-fractie. De heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde zijn met name over de meedoendag heel veel vragen gesteld.
In de beantwoording was de wethouder heel duidelijk over het budget. Het geld komt beschikbaar voor de kinderen en gaat niet op aan organisatorische kosten. Alhoewel, wij hebben ook wel heel veel bedenkingen, met name de stigmatiserende werking die deze meedoendag kan opleveren. Ik ben heel erg benieuwd naar de antwoord van de wethouder op de vraag van mevrouw Kloekhorst over de HOLT. Het tweede aandachtspunt is de versnippering van alle regelingen. Hierbij moeten we zeer zeker ook in ogenschouw nemen dat er heel veel mensen, ook op vrijwillige basis, anderen helpen en coachen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat moeten we koesteren. De oproep om te komen tot een duidelijk laagdrempelige regeling waar zowel de professional als de vrijwilliger mee kan werken, is vanavond diverse malen besproken. Wethouder, ga het niet zelf regelen, maar regel het dat het geregeld wordt. Roep de partijen met elkaar bij elkaar en ga met elkaar het gesprek aan en probeer consensus te vinden over een goede gezamenlijke regeling die door alle partijen wordt gedragen. Het derde punt, wethouder, vergeef me de terminologie, maar alle regelingen, soms lijkt het niet echt doeltreffend. Ik heb het gevoel dat we aan het dweilen zijn terwijl we het lek niet dichten. Het doel moet zijn dat we de armoede gaan terugdringen en mensen een volwaardig bestaan geven, kunnen garanderen. We zouden het toch feitelijk zonder de kleinsmaagelden moeten doen. Dank u. Dank voor uw bijdrage. Ga naar de fractie van GroenLinks, mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk zijn wij voor terugdringing van armoede voor kinderen. We zijn voor terugdringing van armoede op welke manier dan ook. En dat iedereen mee moet kunnen doen. En vooral voor kinderen is dat belangrijk. Dus in de geest van het stuk wat voor ons ligt, 3000% ja. U heeft in de oriënterende ronde kunnen horen hoe kritisch wij zijn over hoe we het gaan doen. We hebben twee vragen. Moet het stuk nu erdoor, zodat anders kunt u niet verder? En B, wat is uw reactie op het voorstel van Partij van de Arbeid om in ieder geval die meedoedag weg te nemen? Dat was het, dank u. Kort, dank u wel. Fractie van ChristenUnie, de heer Van der Gramp. Dank u wel, voorzitter. In de zojuist gehouden O-ronde hebben wij aangegeven achter de doelstelling van dit voorstel te staan. De vragen die wij hadden zijn tot tevredenheid beantwoord, maar toch verschilt de ChristenUnie op één zwaarwegend punt met de opvatting van het college, namelijk over de meedoendag, net ook al door vorige sprekers naar voren gebracht. Wij vinden dat dit onderdeel op een verantwoorde, doelmatige wijze moet worden uitgevoerd, waarbij iedere mogelijke vorm van schaamte, gêne of stigmatiserend karakter moet worden voorkomen. En met de huidige opzet zien wij dat helaas niet gebeuren. En ook onze zorg hierover is door de beantwoording van de portefeuillehouder niet weggenomen. Het on hold zetten van dit deel zouden wij dus toejuichen, maar wel dus met de uitvoering van de andere delen ervan. En graag horen wij van de portefeuillehouder hoe hij hier tegenaan kijkt. Dank u. Dank u wel voor uw beantwoording. Fractie van het CDA, heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, de oriënterende ronde die we zojuist hebben gehouden in dit huis, hebben ook aangegeven dat wij als CDA-fractie erg blij zijn met dit voorstel. We kunnen met dit voorstel ons sociale gezicht nog beter laten zien. En dat stemt ons erg blij. Ook wij hebben wel wat zorgen geuit over de meedoendag. In het kader van ook de stigmatisering waar de mijn voorgaande sprekers aan refereerden. Ja, en ook wel de tegenstelling die ik ervaar als we kijken naar ons inclusiebeleid, waarvan het geen geheim is dat ik namens de fractie me daarvoor inzet. Dus daar maken wij ons zorgen over. En die zijn met de beantwoording van de portefeuillehouder ook bij ons, bij de CDA-fractie, niet geheel weggenomen. En ook mijn vraag is dan, wat is de consequentie nu als we zouden zeggen van we zetten de meedoendag on hold en laten de rest van de plannen wel doorgaan? Dus daar, op dat antwoord ben ik ook wel nieuwsgierig. En ik hoor graag wat de portefeuillehouder daarvan vindt. En tot slot zijn wij wel erg blij met de toezegging die de portefeuillehouder heeft gedaan over het jeugdcultuurfonds. Hij heeft aangegeven dat het gaat van 6 naar 5 jaar.
Daarmee bieden we kansen voor toch een groep extra kinderen. En u zult begrijpen dat onze fractie dat vreugdevol stemt. Dus tot zover. Akkoord, dank u wel. De fractie van D66. Dank u wel, voorzitter. Dat kan heel kort zijn. Wij zijn blij met het voorliggende stuk. We hebben dezelfde vragen als de andere partijen. Met name richting de meedoendag. En we wachten het antwoord van de wethouder af. En wij hopen dat hij mogelijkheden ziet om deze dag in elk geval on hold te zetten tot een gedragen invulling gekomen kan worden. Tot zover. Akkoord, dank. Tot slot de fractie van Op Koers, nu de heer Kloekhorst. Van achter zijn zetel. Voorzitter, kort iets halve. Ik sluit me aan met de vorige sprekers. Kort maar krachtig. Dank. Er is nog een vraag in de richting van het college. In de zaken van de meedoendag, het onhold zetten van deze dag. Dit is de meest prangende vraag die op dit moment voor ligt. Het woord is aan wethouder De Vent om daar nog kort op in te gaan op de reacties die gegeven zijn door de verschillende fracties in deze besluitvormende ronde. Dank u, voorzitter. Indachtig de discussie die we begin van avond hierover hebben gehad. Begrijp ik en voel ik dat we nog niet op één lijn zitten als het gaat zeg maar om de invulling van die meedoedag. En dan kunnen we zeggen aan wie ligt dat nou? Ligt het aan mijn uitleg of ligt het aan wat er op papier staat of hebben we niet de goede beelden daarbij? Hè? Dat kan allemaal. Dat vind ik jammer, want de intenties zijn 120% zuiver zeg ik maar. Goed voorbereid, alleen we hebben in de uitwisseling van informatie en beelden nog niet het goede gevoel daarbij zeg ik maar. U ook niet als raad. En het gaat wel over geld. En u wil dat het goed terechtkomt. Dus voorzitter, ik denk als het gaat om onhold zetten, vind ik wel wat een zware term. Wat ik me ook zou kunnen voorstellen, zonder in de voetsporen en te treden van de agendacommissie, maar dat we zeggen van laten we nou besluitvorming rondom dit thema verplaatsen naar 5 september. Dan hebben we in de tussentijd de ruimte en de tijd met elkaar om nog eens goed te kijken naar het meedoendag zelf, maar ook naar het totaalpakket, hè, want dan heb je het over alles. En dat we dan met elkaar 5 september de discussie nog eens een keer aangaan van is dit nou wat we ook met elkaar willen. Dus ik zou willen voorstellen, laten we net als met afval nu maar even de tijd nemen om ons goed voor te bereiden, om nog eens goed uit de doeken te doen van wat willen we nou precies, wie zijn erbij betrokken, hoe hebben we dat opgebouwd, zodat we 5 september een besluit kunnen nemen om als dan te zeggen, we gaan voor het plan en we gaan niet voor het plan. Dat zou mijn suggestie zijn, voorzitter. Akkoord, dank u wel. En ja, ik weet niet of ik meneer Reiling nog moet beantwoorden. Die heeft me een oproep gedaan volgens mij. En die lijkt me redelijk helder, maar die had ik ook al beantwoord volgens mij in mijn termijn eerder op deze avond. En even voor de volledigheid, uw suggestie is om te zeggen van het hele voorstel dat er ligt, dat houden we aan. Om aan te houden om met name nog eens een keer met elkaar van gedachten te wisselen in de tussentijd over wat bedoelen we nou precies met meedoendag, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de andere activiteiten, het totaalbedrag en welk effect willen we daar nou mee sorteren, wie zijn erbij betrokken, hoe hebben we dat opgebouwd. Dat vraagt misschien nu dan iets meer tijd, dat voel ik ook bij u. Laten we die tijd dan ook nu gebruiken en dan kunnen we begin september een besluit nemen. Voorzitter, mag ik daar een suggestie bij aan toevoegen? Ik zou even een rondje willen maken, denk ik. Want volgens mij wil iedereen hier wel wat van zeggen. Dus ik zou de gelegenheid willen geven. Dus ik zou een rondje willen maken langs de fracties op het voorstel van de wethouder om dit voorstel aan te houden. En ik begin bij de heer Brink. Ja, dat is heel sympathiek van u, voorzitter. Want wij blijven toch een beetje hangen op die dag. Hè? En op zich kan die dag heel goed werken. Maar ik heb aan het begin van de avond ook de suggestie gedaan om ook eens aan te haken bij bestaande initiatieven. Ik heb genoemd Ken je sport, kies je kunst, inmiddels is dat de cultuurkoepel. Dus ik zou echt een suggestie willen doen om er ook daar eens bij aan te haken, om te kijken of we daar wellicht wat zaken kunnen versterken. Dus ik zou die suggestie nog graag even hier neer willen leggen, in de hoop dat de wethouder ook dat gaat oppakken. Dat meegenomen wordt zeg maar na de besluitvorming dan of in september? Dat lijkt me een goed idee, ja. Ja. De ChristenUnie, de heer Van der Grampel. Ja, dank u voorzitter. Op zich kan ik me er iets bij voorstellen, maar ik zou het heel jammer vinden als we andere onderdelen waar gewoon breed draagvlak en consensus voor is, dat we dat over de vakantie gaan heen tillen.
Want dat zou dan het gevolg zijn van het over het reces heen tillen. Dat zou ik jammer vinden, want over andere onderdelen zijn we wel eens. En wat ons betreft als ChristenUnie-fractie daar zo snel mogelijk mee kunnen gaan starten. Ik sluit me bij aan, voorzitter. Het is goed om de wethouder daar straks nog even een reactie op te vragen. GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dat is ook feitelijk de vraag die ik stelde. Wat voor consequenties heeft het? Hè? En dat sluit dan aan op de vorige spreker. Als het geen consequenties heeft, dan juich ik uw voorstel van harte toe. Maar hebben wij wel van u meer informatie nodig dan alleen dit stuk. Van de toezeggingen die u in de oriënterende ronde ook heeft gedaan. En ik ondersteun van harte dan ook oproep van de heer Brink. Akkoord. De VVD-fractie, de heer Reiling. Ja, daar hoef ik verder geen woorden aan toe te voegen. Ik ben het met mijn buurvrouw eens. Prima. Anderen nog? Akkoord. Akkoord. Blijf vandaag de fractie. Mevrouw Kloekhorst. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik zou nog wel even wat verheldering willen hebben op de vraag die gesteld is over de doorloop van de andere activiteiten. Precies. Dus die dat antwoord nog krijgen en als dat niet mogelijk is, dan nog even schorsen. Ja. Nee, die vraag is door een aantal van u gesteld van wat zijn de consequenties om nu aan te houden voor de korte termijn, zeg maar de komende maanden, voor de andere initiatieven die ook genoemd staan in de notitie rondom de kleinspaarmiddelen. En wat zijn de gevolgen daarvan? Ik kijk nog even in de richting van de wethouder of hij daar nog een reactie op wil geven. En dan leg ik het aan uw raad voor hoe de besluitvorming of die er zal komen. Ik kom snel hier naartoe gesneld, voorzitter, om met u er even te delen. Het is goed dat u zegt van ja, over andere onderdelen willen we in principe best een besluit nemen. Dat is wat ik u hoor zeggen hier. Nou, daar ben ik op zich heel blij mee, want daar kunnen we nu door. Het geld ligt er ook, zou ik willen zeggen. Maar ik dacht dat u aanvankelijk zei van ja, in de totaliteit. Maar als u zegt van we zijn het eens, behalve met de meedoendag over die activiteiten. Dan zou ik het heel prettig vinden als u vanavond zegt, daar gaan we voor. Over die meedoendag gaan we nog met elkaar dan in gesprek. Ja? Dat lijkt me dan goed om met elkaar dat te gaan vaststellen. Daar ben u nog een keer met u terug te komen, dan ook begin september. Maar we zijn met de voorbereidingen gestart. En ik heb ook een opdracht, degene met wie we betrokken hebben bij dit hele verhaal, dus ook het veld, hè? De kinderen, de ouders, de organisaties. Dus ik zou wel willen vragen, voorzitter, om dan het specifieke aspect rondom meedoendag begin september te agenderen, zodat we daar een besluit over kunnen nemen. En nu door te gaan met de andere dingen. Akkoord, dat betekent dus dat we tot besluitvorming zouden kunnen komen over dit voorstel wat voor ligt. Met uitzondering dan van de meedoendag en dan wordt dat eruit gehaald. Zeg maar, ik zit even te kijken in de tekst of we dat ook zo kunnen markeren. Maar het is ook wellicht voldoende om dat gewoon met elkaar zo af te spreken. Kijk even rond hoe u daar tegenaan kijkt. Ik begin maar weer een rondje, de heer Brink. Ik wil toch nog even één ding van zeggen, met uw goedvinden, voorzitter. Ik hoor de portefeuillehouder weer veelvuldig het woord meedoendag noemen. Maar toch ook weer, en ik herhaal het ook maar gewoon, om toch ook te kijken naar de alternatieven. Dus dat heb ik net niet gehoord, maar ik neem aan dat dat wel goed komt. De oproep naar de CDA-fractie. Kijk niet alleen naar de meedoendag op zichzelf, maar kijk ook vooral naar initiatieven waar je zou kunnen aansluiten. En dan is de rest wat mij betreft prima. Want de overige regelingen, wat ik al gezegd, zijn we enthousiast over en willen we graag mee verder. Akkoord, anderen nog over dit voorstel? Mevrouw Kloekhorst. Ik zou nog even willen schorsen. Dat kan, heeft u aan 3-4 minuten voldoende? Het is geen rookpauze voor de goede orde, hè? Nee, oké. Okay. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten met die toezegging van uw kant. Beste mensen, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 18 juli. We zijn bij agendapunt 6, notitiebesteding kleinsmaatmiddelen. Er is om schorsing gevraagd door de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. En excuus dat het iets langer dan 5 minuten heeft geduurd, maar we moesten even een aantal dingen helder krijgen over het proces. Wij zijn zeer content met de toezegging van de portefeuillehouder dat hij in september terugkomt met een nadere uitleg en een nadere onderbouwing van de meedoendag. Maar wij vinden er ook met een heleboel fracties zeer belangrijk dat er wel gestart wordt met de initiatieven en de voorstellen uit het voorliggende stuk.
Wij willen daarom een motie indienen waarvan het dictum luidt: draagt het college op met een nieuw voorstel te komen voor de besteding van... Oh jee, hier staat volgens mij nog een fout in de versie die ik hier heb. Van het vrijgekomen budget ten behoeve van extra activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Hierbij rekening houdend met de privacy van gezinnen. En punt 3, zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. Akkoord. De motie is aangepast hier in tekst. Vrijgekomen budgetten. En agendapunt, of er is een punt 3 toegevoegd, aansluiten bij lokale initiatieven die er zijn. Akkoord. Deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Ik kijk even in de richting van het college. De wethouder. Heeft u behoefte aan de schorsing? Om de motie nog even te bekijken? Ja? Dan schors ik kort de vergadering. Om het college de gelegenheid te geven de motie nader te onderzoeken. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering. Aan de orde is nog steeds agenda punt 6. De besteding Kleinsma middelen. Er is een motie ingediend over de meedoendag. De wethouder had behoefte om even overleg te hebben in het college. En heeft dat gedaan. En het woord is aan de wethouder om te reageren op de inhoud van de motie. Ik geef graag het woord aan de heer De Vent. Motie of emotie? Maar mag ik nog één keer het dictum horen? Bij herhaling gaat er nu het goede dictum voorgelezen worden. Draagt het college op met een aangepast voorstel te komen voor de besteding van de 135.000 gereserveerd voor de meedoendag. Ten behoeve van extra activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Hierbij rekening houden met de privacy van deze gezinnen. En zoveel als mogelijk aan te sluiten bij lokale initiatieven. Voorzitter, volgens mij heb ik in mijn beantwoording en reactie ook al iets dergelijks gezegd. Ook gezegd van dat het blijkbaar ook nodig en belangrijk is dat we duiden... De aspecten die u heeft genoemd, privacy, maar ook het belang zeg maar, van effecten van de meedoendag zelf. De koppeling met lokale initiatieven waar nadrukkelijk is om gevraagd. Ik zie een motie dan ook als een oproep om dat te gaan doen. Ik zou heel flauw kunnen zeggen, jij is overbodig, want ik heb het toegezegd. Maar als u zegt, van ik vind het belangrijk om dat statement hier neer te leggen. Omdat we het zo belangrijk vinden dat die middelen bij de kinderen terechtkomen. Kan ik daarmee leven vanavond op dit tijdstip. Dank u wel. Akkoord. Een motie is overbodig volgens de wethouder, maar als u politiek signaal wilt afgeven, dan zal hij daar natuurlijk vanzelfsprekend niet op tegen zijn. Dus ik kijk even in de richting van de indieners van de motie, of u de motie handhaaft of niet. De motie wordt gehandhaafd, dan stel ik voor dat die in stemming wordt gebracht, maar niet nadat we een besluit hebben genomen over het voorstel zelf, want dat gaat eerst en dan gaan we over de motie stemmen. Aan de orde is de notitiebesteding Kleinsma middelen gemeente Hardenberg. Het voorstel heeft u gezien. Er wordt voorgesteld de verdeling inzet van de Kleinsma middelen te doen. En het verruimen van de regelingen mogelijk te maken. Kunt u instemmen met het voorstel zoals voorligt? CDA akkoord, ChristenUnie akkoord, GroenLinks, VVD, D66 op koers met nu en PvdA fractie akkoord daarmee. Al dus vastgesteld. Dan is nu aan de orde de motie. Ik heb zo niet scherp. De motie is ingediend door de Partij van de Arbeid-fractie. En wordt gesteund door CDA-fractie, ChristenUnie-fractie, GroenLinks, VVD-fractie, D66 en op koers bij nu. Dat betekent dat de motie raadsbreed is aangenomen. Al dus vastgesteld. Dank voor uw besluitvorming. Brengt ons bij het volgende bespreekstuk, agenda punt 7, de notitie over ecologisch bermbeheer. Wie zou ik daarover het woord mogen geven? Mevrouw Luiten. Aan u het woord. D66 wil ook daarover het woord nog voeren, anderen niet. Akkoord. Ik wou het houden bij de samenvatting van 20 minuten, voorzitter. Nee, we gaan niet nog een keer de hele discussie overdoen die we net hiernaast hebben gevoerd.
ook niet aan onze teleurstellingen en dergelijke. Maar ik sta hier eigenlijk vooral namens een aantal partijen, omdat we een motie willen indienen waarvan het dictum luidt dat wij het college opdragen een pilot te ontwikkelen met de titel Berm zoekt boer, waarin wordt onderzocht of een deel van het ecologisch bermbeheer kan worden uitgevoerd met of door lokale agrariërs. En de motie wordt mede ondertekend door de ChristenUnie, de VVD, D66 en CDA. En nu zegt u? Akkoord. Dank voor het indienen van de motie. Ik kijk even in de richting van het college. Is er behoefte aan een schorsing? Nee, akkoord. Nee, er was al kort overleg geweest naar aanleiding van de oriënterende ronde. Dit zat in het vat, zeg maar, dat eraan zat te komen. Maar even reageert als plaatsvervangend portefeuillehouder vanaf deze plaats. Ik heb zojuist ook een toezegging gedaan in de oriënterende ronde. Hij wordt hier nogmaals aangescherpt door een motie. Maar ook daar is de toezegging gedaan om een pilot te willen starten onder het motto Berm zoekt boer. En niet omgekeerd zoals eerder aan de orde was, boer zoekt Berm. Maar Berm zoekt boer. En vanuit de zijde van het college zijn wij bereid om dit op te pakken, om die pilot te ontwikkelen. Om ook te laten zien dat het ecologisch bermbeheer door het college wordt omarmd. Al dus. Dus dat betekent ook dat deze motie onderdeel gaat uitmaken van de beraadslaging. Akkoord, akkoord. Gaan wij naar de besluitvorming over de D66-fractie, met excuus, de heer Rodemond. Wellicht dat u ook nog komt met een motie. Voorzitter, dank u wel. Voordat ik met die motie kom, zou ik graag eerst even willen schorsen. Ik hou het kort, voorzitter. We hebben zojuist inderdaad in de oriënterende ronde uitvoerig stilgestaan bij ecologisch bermbeheer, waarbij een aantal zaken zijn toegezegd. En daarover had ik één vraag. Ik heb begrepen dat we na een periode van bijvoorbeeld een jaar wat meer inzicht gaan krijgen in kosten en waar die besteed gaan worden, maar ook het inzicht in de effecten die het gaat hebben op onze bermen, maar ook op bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups. Onlangs in de krant geweest, voor de mensen die niet aan die kant waren, dat een ecologisch beheerde berm ook positieve effecten kan hebben op het bestrijden van de eikenprocessierups. We gingen een aantal zaken uitproberen met de LTO en plaatselijk belangen. Zie ook de motie die wij van harte daarom ondersteunen. En daarmee dan ook de vraag aan het college. Is er een kans dat wij na het jaar waarin we wat meer inzicht en kennis hebben over ecologisch bermbeheer, de ambities die we nu hebben geformuleerd in het voorstel gaan herijken? Tot zover. Ja, dank u wel. Ook maar even als plaatsvervangend portefeuillehouder vanaf deze plaats. Zoals ik in de oriënterende ronde ook heb aangegeven, er zullen effecten zijn en er zullen effecten komen, maar een jaar is wel heel kort, zeg ik u. Ik zou het graag willen, maar in de praktijk is dat eigenlijk ondoenlijk. We spreken over één seizoen. En volgens mij, als ik de deskundigen mag geloven, spreek ik toch eerder over periodes van 5 tot 7 jaar... waarin je effecten pas kunt meten van maatregelen die je nu neemt. Dus ik zou u graag iets willen toezeggen, maar dat kan ik absoluut niet wagen maken. Dat is niet realistisch. We zullen, en dat gebeurt ook nu al, we monitoren natuurlijk wel. En die monitoringsgegevens die zullen te zijner tijd beschikbaar komen. Maar u moet wel echt rekenen met een iets langere periode dan een jaar. En dan hebben we het eerder over 5 tot 7 jaar. Akkoord? Akkoord. Dat betekent dat ik volgens mij nu kan overgaan tot besluitvorming over de notitie ecologische bermbeheer. Ik zie u instemmend knikken. Kunt u instemmen met de notitie zoals die voor ligt? Dat is het geval. Nee, de heer Kloekhorst. Wij waren niet aanwezig bij de oriënterende ronde, de omstandigheden. Maar we gaan ervan uit dat er genoeg boerverstand aanwezig was om het goede besluit te nemen. Dus ik beschouw dit als een stemverklaring van de zijde van Op Koers.nu en ik constateer dat alle partijen hier aanwezig instemmen met de notitie ecologische bermbeheer. Al dus besloten. Dan is aan de orde de motie over het ecologisch bermbeheer en om daar een pilot mee te draaien onder de noemer Berm zoekt boer. Ingediend door de Partij van de Arbeid-fractie en gesteund door de ChristenUnie, VVD, D66, CDA.
Dat betekent dat nog een antwoord te verwachten heb van GroenLinks. Of zij akkoord zijn met deze motie. Voorzitter, het is betreurenswaardig dat onze naam er niet in staat, gezien het feit dat onze voorganger jaren heeft meegestreden met een aantal partijen hier. Dus natuurlijk steunen wij dit van harte. Liefst zet ik toch mijn handtekening alsnog onder om het traject af te kunnen maken waar we jarenlang aan meegewerkt. Dank u. Maar met deze toevoeging heeft u dat al heel nadrukkelijk ondersteund. Akkoord, GroenLinks, tot slot op koers.nu, akkoord. En met een stemverklaring die er al lag. Daarmee is de motie aangenomen. Dank daarvoor. En dat brengt ons bij de bespreekstukken. Met excuus. Altijd wat onrustig als ik een sirene hoor op een of andere manier. De hamerstukken van vanavond. Agenda punt 8. Dat gaat over de ombudsfunctie. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Akkoord. Agenda punt 9. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg-Maslanden 2. Mashoogte en de cirkel. Stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voorligt. Akkoord. Agenda punt 10. Voornemen tot onttrekking van een gedeelte van de nieuwe haven te Hardenberg. Stemverklaring, niet nodig. U kunt instemmen met het voorstel. Aldus besloten. Dat brengt ons bij agenda punt 11. De rondvraag van vanavond. Is er nog behoefte om gebruik te maken? Zo aan het einde van dit politieke seizoen van de rondvraag. Dat is niet het geval. Dan zijn alle lopende dossiers blijkbaar voldoende. Dan kunnen wij overgaan tot agenda punt 12, de sluiting van deze vergadering. Ik wil u danken voor uw inbreng van vanavond en u vooral ook allemaal een ongelooflijk goed zomerreces toewensen. Kom goed uitgerust en goed geluimd terug voor het volgende politieke seizoen. Een hele fijne avond nog gewenst en een goede zomerperiode. De vergadering is gesloten.